Een veldkapelletje in Venlo. Een tekst in het Engels en Arabisch legt uit wat de functie ervan is. Een boodschap bedoeld voor de 480 inwoners van het aangrenzende AZC, dat er 15 jaar staat. 40 politici en ambtenaren uit Bernhezen bezochten de opvang van morgen. Nou ja, sober en doelmatig. Ik vind dat mensen hier een minimum aan voorzieningen krijgen. Nou, een beetje armoedig is het natuurlijk, maar ja, het is wel functioneel. De bestuursdelegatie uit Bernhezen kreeg een rondleiding om een beeld te krijgen van het leven op een AZC. Hoe mensen hun dag besteden, hoe kinderen naar school gaan, wat er aan faciliteiten is, hoe het is geregeld met de veiligheid, hoe er afspraken worden gemaakt met de omgeving. Nou, daar hebben we allemaal een beeld van gekregen. Die mensen die bij u op het plein stonden, zouden misschien er ook eens moeten komen kijken dan? Dat wens ik ze allemaal toe, dat ze dat zien. Omdat op zo'n manier zie je met eigen ogen hoe het eruit ziet. En dat hier gewoon mensen rondlopen die ook hun leven proberen te leiden. Het Venlose asielzoekerscentrum ligt in het buitengebied. Net als het geplande asielzoekerscentrum in Hees. Buren zeggen dat ze er niet op zaten te wachten, maar dat het weinig problemen geeft. Als je zorgt dat er een goed buurtcomité is dat veel contact heeft met het COA en de gemeente, dan hoeven ze in Hees niet bang te zijn, zei een buurman. Ziet u zoiets in Hees staan? Dat weet ik nog niet, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat is wel de reden waarom u hier bent. Nee, wij zijn hier om ons te oriënteren wat er allemaal in het land is. Dus op zich denken wij dat dit ook in Hees moet kunnen. Maar misschien zijn ze in Venlo wat gastvrijer dan in Hees. We leven in een hele rumoerige tijd en we hebben allerlei vervelende nieuwsberichten ook op de media gehad. En waarschijnlijk was dat 15 jaar geleden hier in Venlo niet het geval. Op 18 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het AZC in Hees.